we zijn begonnen tegen Topos. Zijn we heel goed begonnen. We scoorden na ongeveer 10 minuten scoorden we al. En hebben, ik denk na 15 minuten stonden we met 2-0 voor. En die hebben we uiteindelijk met 3-0 gewonnen. Dus ik denk dat ons begin was gewoon top. 3-0 voor de belofte van Jan Zoutman. Een goede start voor de Tuckers in de Jupiler League. Toen hebben we tegen MVV gespeeld. Hebben we uitgespeeld. Die hebben we met 1-0 verloren. Het was een wedstrijd die tot aan het einde nog helemaal spannend. De laatste 20 minuten gaven wij vol druk. En je kon zien het aan de jongens van MVV. Die waren op een gegeven moment gewoon helemaal dood op. Die konden naar de wedstrijd, lagen ze allemaal op de grond. En kon je zien dat wij dus gewoon qua conditie gewoon misschien ietsje sterker zijn. Maar die verlies je wel met 1-0. En zo zie je maar weer dat je de ene wedstrijd van de onderste wint. En dan verlies je weer van de bovenste. En dan win je van de bovenste. En dat maakt allemaal niet uit in de Jupiler League. Elke wedstrijd moet je weer vol gas geven. Terug naar Pelopessi. Die doet dit goed. Is daar ruimte voor het schot? Pelopessi met links. En dat scheelt niet veel hoor. Dan speel je tegen Achilles. Een amateur die nu zeg maar semi-profs in de Jupiler League heeft. Die win je dan ook uiteindelijk. Dan kom je met 2-0 achter. Maar door een penalty ook nog. Krijg je een rode kaart nog. Dan scoren wij met 10 man tegen 11. De 2-2. En dan in de allerlaatste minuten krijgen zij nog een rode kaart. En scoren wij nog de winnende 3-2. En dan sta je na 3 wedstrijden met 6 puntjes op de derde plek volgens mij. Ik denk dat we niet mogen klagen. Persoonlijk wat minder, denk ik, de laatste wedstrijd. Dan pak ik een rode kaart door 2 keer geel te pakken. En dat voelde een beetje als het team in de steek laten. Maar wat daarna het team heeft laten zien, dat vind ik echt de grote klasse. Dat ze daarna gewoon nog scoren. En daarna ook met de tegenstander met 10 man komt. En vervolgens nog een keer scoren. En gewoon de 3 punten meenemen. Ik kom nog van de A, dat is voor mij ook nieuw. En ik merk vooral het verschil met de Jupiler League is gewoon de slimmigheid van spelers. Even een duwtje daar, een setje daar. En zo, daar gaan ze wel er beter mee om. Ja. Ik ben hier gewoon geboren en getogen. Vanaf de D2 speel ik hier al. Dus gewoon een jongen van de club, zoals ze dat zo mooi zeggen. En ik heb ook moeilijke periodes gehad. Tot de C1 gewoon redelijk veel gespeeld en goed. En in de B2 beland ik een half seizoen op de bank. Dus dat was even moeilijk voor mij. Maar dat is misschien wel de goed geweest, want ik ben daarna alleen maar beter geworden. In de B1 gewoon wel veel gespeeld. En in de A begon ik weer op de bank, omdat natuurlijk de tweedejaars voorrang kreeg in het begin. Maar daarna heb ik gewoon elke training laten zien dat ik in de basis hoor. En Frank Tempelman heeft mij daarna het vertrouwen gegeven. Ben ik in de basis gekomen. En vervolgens heeft Patrick Kluivert mij erbij gehaald bij Jong. En ben ik daar steeds mee gaan spelen. In het begin gewoon vooral de laatste minuten meedoen. En vervolgens in de basis gaan staan. En dat ging ook goed. Ik denk dat we prima kunnen meekomen, vooral als we ons eigen spel blijven spelen. Gewoon de voetballend en van achteruit opbouwverzorgend. We moeten goed nog wennen, denk ik, aan tegenstanders die met de lange bal spelen. Ik denk dat dat nu vooral onze valkuil is. En wat ik al zei, die slimmigheid nog leren. Echt een man worden in de wedstrijd. Ja, ik ben naar Osnabrück gegaan om een jaartje wedstrijden te spelen. Toen heb ik de eerste vier wedstrijden gelijk gespeeld. Toen heb ik een scheur in mijn bovenbeen gekregen. Musculfaserus heette dat daar. En daardoor was ik 7 weken uit de roulatie. Toen trainde ik 5 keer en brak ik mijn been. En toen kwam ik terug en toen had ik gelijk de eerste wedstrijd dat ik eigenlijk weer terug was, ook gelijk weer gespeeld. En dat was voor mij heel verrassend, aangezien mijn concurrent was de aanvoerder. En die heeft hij op dat moment wissel gezet voor mij. En hij zei van ja, ik heb gewoon meer vertrouwen in je. En, dus op dat moment heb ik toen weer 5 wedstrijden gespeeld. Toen kreeg ik een scheurtje in mijn schouder.
En daardoor raakte ik weer drie weken geblesseerd. En toen zei de trainer van ja, kijk, we hebben nu 3 weken gespeeld. We hebben 3 keer 3 punten gehaald. Ik wil eigenlijk het team nu niet meer veranderen. Dan ga je in je hoofd ga je over dingen nadenken. En dat maakt je gewoon sterk, want je wil en zal zo snel mogelijk weer fit zijn. En als je dan fit bent, dan weet je weer waarom je dat wil. Omdat je voetbal zo leuk vindt. En dan wil je gewoon graag voetballen en dan laat je het zien. En dan ga je extra doen, dingen extra doen die je anders nooit zou doen. En dat heeft mij sowieso op mentaal gebied heel sterk gemaakt. En daardoor wist ik van, oké, als ik nu bij Twente terugkom, laat ik gewoon zien dat ik mentaal heel veel sterker ben geworden dit jaar. Fysiek heel veel sterker ben teruggekomen. Aangezien ik in die tijd dat ik geblesseerd was natuurlijk heel veel in het krachthok heb gezeten. Om in ieder geval hetgene wat ik kon doen, om dat in ieder geval te verbeteren. Ik wil natuurlijk het hoogst mogelijke halen. En dat is natuurlijk Twente 1 op dit moment. En ja, kijk, ik moet natuurlijk genoegen nemen dat ik een aantal concurrenten heb. Nou, voor mij is het gewoon zaak om daar de beste van te zijn. En dat gewoon elke week te laten zien op elke training. Ook al training met het tweede, ook al training met het eerste. Dat maakt gewoon eigenlijk niks uit. Ik moet gewoon elke dag laten zien dat ik eigenlijk de betere ben. En zo niet dat ik in ieder geval gelijkwaardig ben. En ja, ik denk als ik dat blijf doen en ik zo door blijf gaan, dat mijn kans wel zal komen. Dario bijvoorbeeld is ook van mijn leeftijd, daar kan het gewoon snel gaan. Die speelde 1 wedstrijd gewoon fantastisch en dat zien de trainers dat. En de volgende week trainen die mee en nu is hij al gewoon de vaste bij. Dus dat is mooi om te zien, dat is alleen maar een extra motivatie om je best te doen. Je ziet ook dat de kloof tussen het eerste en het tweede veel kleiner wordt. Kijk, vroeger, tenminste als ik over 3 jaar geleden ongeveer spreek, dan zag je wel vaak als je van het tweede naar het eerste kwam en je trainde mee, dan zag je nog wel een groot verschil aan spelers qua mentaliteit, qua druk geven, qua fysiek, qua voetbaltechnisch, etc. En je ziet nu wel echt dat de jongens steeds sterker worden en de kloof tussen goed en slechter, zeg maar, of minder goed, dat die steeds kleiner wordt.